Hallo daar, Tanja hier. Hoe gaat het met jou op deze schitterende dag? Vandaag heb ik weer iets leuks met jou te delen. Ik wil jou helpen om betere, gezonde gewoontes te creëren, maar daar dan ook succesvol in te zijn. Om daar echt succes mee te creëren. Want, ken je dat wellicht? Heb je dat ook al eens meegemaakt? Of misschien niet, laat het mij weten. Maar heb je wel eens een fitnessabonnement genomen en dan ben je zo 3 keer geweest en dan niet meer? Of je bent ergens aan een dieet begonnen en dan ja, na 3 dagen ben je het beu en dan eet je weer dingen die je eigenlijk niet meer zou eten, maar je houdt het niet vol. Ken je dat? Is dat herkenbaar? Voor mij wel in elk geval. Ik ben daar geweest. Maar ik heb ondertussen geleerd om nieuwe gewoontes aan te leren en daar succesvol in te zijn. En ik wil jou vandaag 5 tips meegeven. 5 eenvoudige tips die je kunt toepassen om succesvoller te zijn bij het installeren van je nieuwe gezonde gewoontes. Want uiteindelijk is dat iets waar zoveel mensen naar streven. Om zich fitter te voelen, om zich energieker te voelen, om slanker te zijn enzovoort. Dus laat mij helpen. En ik zie dat er een aantal mensen live kijken. Van harte welkom en leuk dat je er bent. Dag Richard, dag Katrien, dag Charlotte. Hi, welkom. Leuk om jullie te zien. Ook de mensen die uitgesteld kijken, van harte welkom. Ik hoop dat je er iets van opsteekt. Oké. Deze video maak ik eigenlijk naar aanleiding van mijn detoxprogramma dat aanstaande zaterdag van start gaat. Er zitten al aardig wat mensen in de groep, die zijn zich al naastig aan het voorbereiden. En dit is ook een stukje wat helemaal toepasbaar is op die groep. En dat is ook de reden waarom ik die groep heb gecreëerd trouwens. Het zal je wel duidelijk worden. Trouwens, ja, als je erbij bent, super tof, dan zien we elkaar heel snel terug. En we gaan schitterende resultaten neerzetten. Als je er niet bij bent, too bad, een volgende keer misschien. Of als je nog heel snel bent. Ja, dan kun je er misschien nog wel bij. Misschien moet je dan een dagje later starten, maar dat zou ook nog kunnen. Enfin, je ziet maar. Kijk eerst maar eens... Hey Charlotte, wat heb je mooie grote ogen. Kijk eerst maar eens naar deze 5 tips. En voel maar eens of het op een of andere manier iets met je doet en resoneert met jou. Oké, tip nummer 1. Wees heel duidelijk over wat je wil. Kijk, als je iets wil, je wil iets veranderen. Je wil een ander resultaat. Je weet, je kent het toppunt van krankzinnigheid, daar heb ik het vaak over. Dat vertel ik altijd, dat vertel ik vaak. Het toppunt van krankzinnigheid is hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten. Ja, dat is krankzinnig, dus dat gaan we niet doen. Maar je moet natuurlijk wel weten waarom je die inspanning doet. Je waarom is zo belangrijk. Die waarom moet helder zijn in je hoofd, in je hart, in elke cel, in elke vezel van je lijf en van je zijn. Moet je dat voelen. En vervolgens moet je dat uitdragen. Schrijf het met je lipstick op de spiegel. Hang het op je koelkast. Steek het in je binnenzak. Plak het op de flap, op de zonneklep van je wagen. Heb het overal bij je. Die waarom is zo duidelijk, is zo belangrijk. Neem het mee in je meditatie. En laat het de brandstof zijn die jou bezighoudt en die jou op het juiste pad en op het goede pad houdt. Oké? En die jou gemotiveerd houdt. Oké. Tip nummer 2. Vind een buddy. Doe zo'n dingen niet alleen. Want dat lukt niet. Zeker als je dan misschien in een gezin of in een familie woont waar al die anderen dan maar onzin vinden wat je allemaal wil doen voor je gezondheid. Dan gaat het niet lukken. Dus dat is ook een tip die ik meegeef aan de mensen die nu in mijn programma zitten, in het detoxprogramma. Neem een buddy. Dat is ook de reden waarom... Hallo Mirella. Dat is ook de reden waarom ik die groep heb gemaakt. Ik heb dat ook met mijn afslankprogramma zo. Ik heb nu een community, een groep. En dat is zo tof. Dat zijn vriendinnen onder elkaar geworden. We zijn vriendinnen onder elkaar. Als het een beetje moeilijk gaat, dan steunen we op elkaar. Als we een succes bekomen, dan delen we dat ook met elkaar. Dan zijn we daar trots op. En dan zijn de anderen blij. En dat is iets wat zo krachtig werkt. Kijk, wij zijn kuddedieren. Wij hebben het nodig om omringd te zijn. De kracht zit in het aantal. Oké? Dus zoek mensen op die hetzelfde doen. Die hetzelfde willen bereiken als jij. En werk samen. Of ga in een groep
van mensen die hetzelfde doen. Want uiteindelijk, om succesvol te zijn, zeker in het creëren van die nieuwe gezondere gewoontes, dat vergt zoals alles training. Maar je hebt daar ook ondersteuning bij nodig. Dus daarom vind ik het zo tof dat ik vanaf aanstaande zaterdag zo'n toffe groep ook weer van mensen mag coachen. Ik weet het nu al. Alleen al het feit dat ze in die groep zijn en alleen al het feit dat ze nu al naastig bezig zijn met allemaal toeters en bellen, dat gaat leiden tot waanzinnige successen. En ik kan niet wachten om die dan met jou te delen, zodat jij er volgende keer ook bij bent. Ah. Oké, tip nummer 3. Leer je maaltijden plannen. Ik weet het, dit heeft te maken met voeding. Maar ik vind het heel tof om jou gezonder te leren eten. Dus ga in het weekend even zitten. Neem even 10 minuten of een kwartiertje de tijd. En plan je komende week. Weet precies wat je wanneer gaat eten. Zodat je je boodschappen kunt doen en zodat je perfect weet wat je gaat maken, hoe je het gaat maken. En dat creëert een ontzettende rust. Want het laatste wat je wil doen, is thuiskomen met grote honger, niet weten wat je gaat maken en niet weten hoe je het gaat maken. Dat is de snelste weg naar pizza en frietjes. En dat is niet de weg naar gezonder eten en gezonder leven. Dus plan dat. En nog een tip. Dat is iets wat ik bijna altijd doe. Ik heb die tip ooit zelf gekregen van een van mijn mentors. Het is een gouden tip. Als je 's avonds kookt voor je avondmaal, maak een beetje meer. Vooral groenten. En dan heb je die voor 's anderdaags voor de lunch. En dan heb je heel snel een goede gezonde lunch op tafel getoverd. En wat ik ook altijd doe, is ik kook voor een dag of 3 rijst in groentebouillon of quinoa. Ik wissel af. En ik heb verschillende soorten rijst en dat staat altijd in de koelkast. Zodat ik, als ik 's middags hongerig thuis kom, dat ik onmiddellijk groenten heb. En de salades en sla en zo heb ik ook altijd in de koelkast zitten. Gemengd dan met de groenten van de avond ervoor, het overschotje. En dan mijn rijst of mijn quinoa erbij. En dan heb ik nog alleen wat goede eiwitten nodig. En dan heb ik een hele gezonde, volwaardige maaltijd. Dus dat is een gouden tip. Wou ik daar nog iets over zeggen? Ja, nee, dat zijn zo van die kleine dingetjes. Dat zijn kleine bijdragen aan een gezonder leven op lange termijn. Oké, okay? Oh, er zijn nog mensen bijgekomen. Dag Kelly, dag Hendrika. Leuk dat je kijkt. Oké, tip nummer 4 is plan tijd voor jezelf. Als je dan toch in het weekend even aan tafel zit met je agenda erbij, met je planning van de komende week erbij, plan dan ook meteen op geregelde tijdstippen tijd voor jezelf. En geef toe, je weet het. Als je het niet plant, als het niet in jouw agenda staat, dan gaat het ook niet gebeuren. En wacht niet tot je agenda helemaal vol loopt met allemaal noden van andere mensen. En dan schiet er helemaal niks meer over voor jou. En dat is zo frustrerend, daar word je moe van. Dat is niet fijn. Maak er een prioriteit van. Ook al heb je in heel de week maar 20 minuutjes tijd voor jezelf. Maar zet ze in je agenda. Plan ze. En dan gaat het gebeuren. En doe dan iets wat je leuk vindt. Neem dan eens een lekker warm bad. Of ga eens een wandeling maken. Of doe wat yoga. Of ga eens mediteren. Of drink eens een lekkere kop koffie of thee met een vriend of een vriendin. Doe waar jij jezelf mee oplaadt. Een beetje tijd voor jezelf. Want self-care is healthcare. Dus daar kun je zoveel mee betekenen voor je eigen gezondheid. Dag Ludo, hallo. En dag Hisham, heb ik ook zien passeren. Tof dat jullie er zijn. Dus self-care is healthcare. Plan tijd voor jezelf. Want niemand anders gaat het doen. En als het niet gepland is, dan gaat het niet gebeuren. Oké. En dan de laatste tip. De laatste tip, de 5e tip, is geloof in jezelf. Geloof in jezelf. En vooral dames zijn daar nogal slecht in. Wij hebben snel de neiging om te denken dat we niet goed genoeg zijn, dat we het niet waard zijn. En niets is minder waar. En alle tips en adviezen van de wereld, die zijn niks waard. Als jij er niet van overtuigd bent dat jij het kan. En je kan het.
Weet je wat niet waar is? Dat is dat stomme stemmetje in je hoofd dat zegt, ah, maar je hebt daar geen tijd voor en je hebt daar de talenten niet voor, je hebt er het geld niet voor en je hebt er het geduld niet voor en wat verzinnen we nog allemaal? Dat is onzin. In plaats van al dat soort onzin in je hoofd te steken, luister naar mij. Ik geloof in jou en ik volg mijn intuïtie in die zaken. Je kan het en je bent het meer dan waard. Herhaal het tegenover jezelf. Vertel het, schrijf het op. Schrijf het onder of naast je waarom met hartjes en unicorns erbij. Op je spiegel en overal waar je komt. Jij bent het waard en je kan het. Weet je wat het is? Jij kan alles waar jij je zinnen op zet. Als je maar goed weet waar je naartoe gaat. En als je maar eraan vasthoudt en als je je maar omringt door mensen die het jou gunnen en die hetzelfde voor zichzelf willen. Oké, dat waren mijn 5 tips. En nu staat jou. Nu wil ik weten, heeft deze boodschap met jou geresoneerd? En zo ja, met welke tip ga je aan de slag? Of heb je misschien, of ga je misschien al aan, ben je misschien al aan de slag? Of heb jij misschien nog zo een leuke, handige tip om je gezondheid te verbeteren op een eenvoudige manier die ertoe leidt dat je het op lange termijn succesvol blijft doen? Want daar gaat het over. Deel die dan even. Dat zal super tof zijn. Oké? En dan, ik lees het heel graag. Ik vind het altijd heel fijn als mensen reageren op de video's. Dus doe het alsjeblieft. En als hier iets tussen zit waarvan je denkt van, oh, dat kan interessant zijn voor die of die, tag die persoon dan even. Of deel deze boodschap. En zo maken we er met z'n allen een beetje een gezondere en een betere wereld van. Ik hoop dat dit jou heeft mogen helpen om een beetje bij te dragen aan de gezonde en leuke dingetjes die je leven een beetje opfleuren. Die je leven een beetje, die ervoor zorgen dat jij je beter voelt. En dat je beter kunt doen. Oké, en dan zie ik jou heel graag in de volgende video. Bye bye!